Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Een heel snel overzicht van de voornaamste video instellingen voor de Sony Alpha 7. Dus dit is de Sony Alpha 7. Dit is de eerste variant daarvan. Je hebt nog een opvolger. Je hebt ook nog de R en de S versie. Die ook telkens in versie 1 en 2 hebben. De S versie is eigenlijk uh, de interessantste voor... Video, omdat die nog beter is in uh, weinig licht, in omstandigheden met weinig licht. Maar eigenlijk voordat we de instelling van de camera zelf gaan bespreken, snel iets over geheugenkaarten. Als je een geheugenkaart kiest voor video, zou ik aanraden van zo groot mogelijk te gaan. Dus bijvoorbeeld een kaartje van: dit is nu een 64 GB Sandisk Extreme kaartje. En het andere is een 32 GB kaartje, waarop dat er ook de klas 10 vermelding staat. Die klas 10 is het minimum. Dus als het bootje hier rond dat is de, de snelheid van het kaartje eigenlijk dus zo'n minimum klas 10 sneller is beter. Dan wat de instellingen betreft. Op de camera zelf, dus het inschakelen van de camera hier. On, en dan zie je achteraan dat ik al de M-optie geselecteerd heb. Dus dan zie je hier op deze schijf M selecteert ik zou aan van die M selecteren, omdat bij het maken van video vooral de sluitertijd van belang is, die moet constant zijn, en dan kun je die hiermee instellen, terwijl je controle hebt over het diafragma voor de belichting. Voordat we die belichting gaan maken, eerst hier is de menuknop. Als je die opent, dan zie je de vrij complexe menuopbouw van Sony. Met deze knop onderboven kun je Navigeer naar het menu. Hier de icoontjes bovenaan moet je eigenlijk het eerste icoontje de camera hebben. En als je dan eronder gaat, heb je hier nog eens verschillende pagina's ook. En dan moet je voor de video instellingen moet je op pagina 2 zijn. En de eerste optie daar, dus dat kun je ook nog eens doorbladeren. De eerste optie, daar is record setting. En dat is eigenlijk je videoformaat. De eerste 2,50i en 50i zijn enkel geschikt voor televisie, dus die zou ik afraden. De 50p is voor slow motion en dan 25p, de twee onderste opties, zijn voor uh, gewone video, waarbij dat de 24m of 17m is een verschil in bitterheid, dus de kwaliteit van de video. Dus als je het kunt permitteren, genoeg opslag hebt, zou ik de 25p-24m aanraden, dus de derde optie. En dan door opzij, met deze pad opzij te gaan hier, kunnen we nog deze waarden ook afzonderlijk gaan aanpassen contrast willen we zo laag mogelijk, ook de kleurverrijking, saturation willen we zo laag mogelijk en verscherping willen we ook zo laag mogelijk. Want dat zijn allemaal dingen dat we achteraf op de computer kunnen doen. Dus nu hebben we een super neutrale opname, waardoor we veel meer informatie kunnen opnemen in onze video. En daarmee heb ik alles overlopen wat betreft de video instellingen voor de Sony Alpha 7. Om de opname zelf te starten, dus we zitten in de manuele stand hier. Om de opname zelf te starten, is er hier een knop. Dus die kun je indrukken om te starten, en opnieuw indrukken om de opname te stoppen. En je hebt hier aan deze kant nog aansluitingen. Het zijn twee afzonderlijke deurtjes, dus deze aansluitingen zijn eigenlijk voor bovenaan je microfoon input en onderaan je koptelefoonaansluiting, of hoofdtelefoon beter. En dan hier heb je nog USB- en HDMI-aansluitingen ook. Zo, dat was het. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.